يجوزو ذا مقران ثقاداش توما تيوبا وثقاداش نبدا نحضر مع الرام سكواس نوم ذا مكاز ذا ميمون 1966 يدير واجبو تتورث وزارة الدين زارة مشى يدير ندين هاخا سكواسا 1966 يجن يدير نظني ما مش توريد كتا وكتا ذي مين توقيع النهار ذي شمال افريقيا ذا موهنغ ذي تزيار ذي غرق بير ذا غار طواريق يدير يودي جنت بنات سكواسات حماية الطاس ومرا الزريض الطاس يحنج عندي مزيانا الطاس يجن جير ضام مزيان يدي حضان على يخرق ذي ذوك مزروين يدير توغا يعني زكاي جاي يدير نشي دير وادي ورجع حشد جديد ولكن اسموني غي كا تيدي وجد حشد تبقى راه الطاس وكتا وكتار ذوك السنه من توقع عندي لاهاي على حساب من توقع عند قصيص السياسه يوذن يقان قا ازول قا ازول استاذ قا ذي عفنان نوسد نهار هذا نمر ما عرفش سنيني ثوار نخ عرزم وني غاتجاور قرا من الشين عرقت الزيس وني غاتجاور يحصار هذه يدو قصار بحال هذه سو يا لوك فور ماي سي ايرس كير ذس واز يا نيو ان كان فوق نوتا ايش ان امازي خروتايد وات بتريفت ميوزيك وات فينش درفون زيخ بيفيزن يا زيكرز يا ان ابارت ستيم ان اوك نو جاي سام مت زي دوختر دي بلاكبر اوك اخت ان يونيك ستيم هيفت فور ماي دان ان ايك هاب ار اخت فوق نوتا نجيح وات فونت جاي سيلف فانت اوبتريدن يا يا هيل غود هيل غود يا فونت جي ات لوكست فانت اوبتريدن Het publiek. Wat was er zo leuk aan het publiek, aan jullie? Ja, gewoon de MSR-publiek die gewoon helemaal erin meegaat, opstaat, meedanst, met elke nummer meezingt. Ja, dat is gewoon geweldig. Ja, tot nu toe is het de eerste nieuwjaarsviering voor mij van de MSR-kant. Het was een fijne en ook een aparte beleving, want voornamelijk omdat het de eerste keer is. Wat moet ik nog meer zeggen? Lang leven het internet. Ondanks en ook dankzij mijn inzet natuurlijk, maar... Je ontmoet een andere wereld, een wat realistischer wereld voor mijn gevoel. Kende je is hier al en hoe vond je het optreden? Nou, ik heb nog wel even moeten navragen van wat hij allemaal heeft geproduceerd, maar BNOB, dat is gewoon een liedje voor mij toen ik het, laat ik een voorbeeld noemen, ik had een keer YouTube opgezet en een lijst en op een gegeven moment hoorde ik zijn liedje en ik was een beetje vermoeid, ik hoorde het liedje, ik kreeg er energie van. Het was voor mij heerlijk. En ook nu vandaag te zien hoe het publiek actief meedeed. Ja, het had actiever gekund op sommige momenten, laten we eerlijk wezen. Kan niet alleen positief. Maar de toekomst zal nog meer brengen. Gezellig. Ja, wat vond je zo gezellig dan? Sfeer. Kun je de sfeer beschrijven? Ja, er waren veel jongeren. Dus ja, die maken het af, hè. Gezellig. Met wie ben je gekomen? Mijn dochter en nicht. Er waren er verder ongeveer 800 andere mensen. Wat vind je ervan, zo'n grote aanwezigheid van mensen? Dat is toch mooi om te zien. En vier je zelf ook vaker aan mensen nieuwjaar of is dit de eerste keer? Voor mij is dit de eerste keer. Ga je het vaker vieren? Nu wel, ja. Ga je het doorvertellen? Zeker weten. Hartstikke leuk. Ik heb enorm genoten. Het is ook fijn om weer een andere ervaring op te doen. Ik ga vaak naar de Hindustaanse feesten, maar dit is weer wat anders. Ja. Mevrouw, er waren er heel veel verschillende mensen, kinderen, vrouwen, verschillende nationaliteiten. Wat vindt u daarvan, zoveel mensen? Nou, het hoort erbij. Nederland is multicultureel, dus dit hoort erbij. En wat die muziek betreft, ik heb ook een Hindustaanse achtergrond. En ik vond het een beetje overeenkomen, de muziek, met onze Hindustaanse achtergrond. Ik vond het bijzonder mooi. Ik heb ook lekker van genoten. Kon u de muziek voelen of verstaan door het te voelen? Verstaan doe ik geen woord, maar je voelde wel, je muziek is een taal voor iedereen. Dus dat doet een plezier om zoiets weer te luisteren. Zou u er volgend jaar weer bij willen zijn? Ja, waarom niet? Ja. Het mooiste vind ik van alles, dat de mannen ook samen meedoen met de dames. Bij ons zie je meestal dames op de vloer, dat ze aan het dansen zijn. Maar hier zijn ze man en vrouw gewoon voor spontaan.
Ja, ik ben er trots op. Wij wonen in een groot stad, een diverse stad, een super diverse stad. En de MSI-gemeenschap die hoort erbij. Ik ben ook van de MSI-afkomst, dus het is echt, ik ben bijzonder trots op dit concert. Met hele mooie mensen, mooie muziek. Dus dat is en dat wij dat kunnen hosten hier in Den Haag. Door een raadsbestuur, ook door een gemeenteraad die eigenlijk diversiteit hoog in het vaandel heeft. Dat is alleen maar mooi. Diversiteit zien we ook terug in het publiek. Vrouwen, mannen, verschillende nationaliteiten ook zelfs. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is wat wij willen. We hebben steeds gezegd, ook in de gemeenteraad, dat ze die professionele podia's ook hoogwaardig MSI-muziek, multiculturele muziek moeten programmeren. En ik ben blij dat het Zuiderstrand Theater of Lucendans Theater samen met de Marokkaanse jongerengeluid dit hebben georganiseerd. En dit smaakt naar meer, dus de uitnodiging ook naar alle jongerenorganisaties, andere culturen die iets willen programmeren. Dat kan ook hier. Het hoeft niet alleen in buurthuizen. Onze muziek is ook mooi. Het is ook mooi om te laten zien, onze cultuur, onze identiteit is ook om te laten zien aan de Nederlanders. En dat kan hier. Ja, ik ben uitgenodigd, want ik ben de organisator van de Hashiba. En de Hashiba die wordt dit jaar ook weer gevierd in de Schilderswijk en in Transvaal. En daar zullen we ook een vrij groot uitgebreid Marokkaans muziekprogramma presenteren. Dus ja, ik ben zeer geïnteresseerd in deze muziek. U bent niet alleen gekomen, u bent met een vrouw gekomen. Kijk, kijk. Hoe vond u het de optreden van Idir? Kon u een beetje verstaan wat hij zong? Nee, je kunt het niet verstaan. Ik ben hierheen gekomen omdat ik een hele goede cd heb van Idir. Van 1999 of zo. Vind ik zo'n mooie cd. En daar heeft hij helaas niet zoveel van gezongen. Onder andere Aisha, daar zit er niet op en zo. Maar ja, ik vond het wel een feestelijke bijeenkomst. Of optreden en de hele sfeer in de zaal was geweldig. Ik ben fijn dat ik hierbij ben, ja. Ja. Kunt u even de sfeer een beetje beschrijven? Hoe was het? Het begon heel rustig, maar langzaam werd de sfeer opgevoerd en men werd steeds enthousiaster. En dan zitten die stoelen wel heel erg strak, want dan eigenlijk moet je dan allemaal staan en allemaal dansen en allemaal springen. En gelukkig deden veel mensen dat. En dat is natuurlijk heel leuk, want het past natuurlijk heel erg goed bij die muziek.